Ik wil met u vanmorgen wil ik heel graag met jullie nadenken over het huwelijk. En met name over wat is een huwelijk, wat zeg je ja tegen en ben je wel in staat om ja te zeggen. En ik wil met jullie beginnen met te lezen, en dat zal wel zeer verwonderlijk voor jullie zijn, met 1 Korinthe 7, vers 27... en daarna Efeze 5, vers 31 en 32. In Korinthe 7, vers 27 zegt: bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, dan zoek dan geen vrouw. En Efeze 5, vers 31 en 32. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik wil nog even kort met jullie samen bidden. Vader, we kunnen zo genieten van de zang en van de getuigenissen, van de gebeden. En we willen u zo danken dat u, Heer Jezus, hier in ons midden bent. En we willen u zo bidden voor stilte in ons hart, voor rust in onze geest. En dat we een houding hebben zoals Samuel, die dan zegt: spreek, Heere, uw dienstknecht luistert. En zo willen we luisteren naar u, dat u in alle heiligheid, dat we die fluisterende stem van u vol van liefde mogen verstaan. Wil u me met passie laten spreken en met passie dat de jongeren luisteren. Ik wil u zo vragen ons te leiden door uw Heilige Geest. Amen. Ik begin met 1 Korinthe 7, vers 27... omdat het belangrijk is, ook als je alleengaand bent, dat het belangrijk is om te weten wat een huwelijk is. Maar wat ook heel erg belangrijk is, dat is dat je dus gaat zien dat er een gevaar bestaat, dat je dus te veel of te weinig over een huwelijk nadenkt. En als je te veel over een huwelijk nadenkt, kan het zeg maar een belemmering vormen in je relatie met de Heere God. Dat eigenlijk als het ware een verlangen wordt, wat wat je leven in beslag gaat nemen, omdat je dus echt zo ontzettend verlangt naar een huwelijk. Het is zo ontzettend belangrijk om te zien dat in 1 Korinthe 7, zeg maar vers 27 en Efeze 5, die staan niet tegenover elkaar, die staan eigenlijk naast elkaar. En waarom wil ik daarmee beginnen? Wat is nu de reden dat aan de ene kant Paulus zegt van als je geen vrouw hebt, dan zoek er geen. En aan de andere kant geeft hij een enorme lofzang over het huwelijk. Hoe moet je dat dan nu zien? Waarom is dat? Het bijzondere is eigenlijk dat in Korinthe 7, als het gaat over de alleengaande, dan is dat in een schril contrast met het Jodendom. Het christendom staat eigenlijk in een schril contrast met het Jodendom. Eigenlijk staat het christendom in een schril contrast met alle culturen en andere religies. Omdat in andere religies en andere culturen het huwelijk en het kinderen krijgen zo van belang is, omdat het zeg maar een absolute waarde is. En het is een eer en zonder erfgename heb je geen erfenis. Kinderen zijn in heel veel culturen de grote hoop op de toekomst. In de meeste culturen zijn de kinderen verantwoordelijk voor de ouders. En vandaar dat het dus een enorm belang is in al die culturen en religies, dat het huwelijk en ook het krijgen van kinderen zo'n belangrijke plaats inneemt. En nu komt Paulus, die vertelt dat alleengaand, zeg maar, dat die alleengaande, zeg maar, volwassenen
dat je die niet kunt beschouwen als minder volledig gevormd of minder dan ontwikkeld als getrouwde mensen. En regelmatig kom ik gewoon ook tegen, ik heb me daar zelf ook aan schuldig gemaakt, dat ik doe aan projectie. Projectie is eigenlijk dat ik zo vol lof ben over een huwelijk en ik ben volledig vol lof over het huwelijk. Maar ik zou daarmee kunnen een boodschap kunnen uitstralen dat het minder is als je getrouwd bent. En hetgene wat Paulus en Jezus zijn degene die het fundament hebben gelegd en het onderwijs hebben gelegd over het huwelijk. En beide waren niet getrouwd. En het is daarom zo ontzettend belangrijk dat je dus in feite ziet dat een alleengaande, dat die ontzettend veel betekent. Soms zegt Paulus in 1 Korinthe 7, is het zelfs beter, de omstandigheden zijn beter om alleen te blijven, zodat je dus je helemaal alleen kunt toewijden aan de Heere God. En wat bedoel ik met projectie? Ik bedoel met projectie dat je de indruk wekt dat als iemand die over het getrouwde leven spreekt, dat hij de indruk wekt dat een alleengaande iets mist. Dat hij niet volledig is. Dat hij niet tot bloei komt. Ik vond het wat Bart gisteren zei, dat mensen hem benaderen toen hij nog met 25 en 26 of 27, als je nog geen man of vrouw hebt, dat je dus nog niet volledig bent, dat je nog niet volledig tot bloei komt. Dat je laatbloeier bent. En dat staat in heel schril contrast met wat Paulus hier zegt. Waarom komt dat? Dat komt dat mensen denken dat je dus niet volledig eigenlijk tot bloei komt zonder een huwelijk, omdat ze van een huwelijk, en dat moet je onthouden, een doel hebben gemaakt. Maar het huwelijk is geen doel. Het huwelijk is een middel. Het doel wat God met jouw leven heeft, is eerstens om zichzelf te verheerlijken in jouw leven, en tweedens dat je gevormd wordt naar het beeld van Christus. Dat is het doel van God. Dat Hij verheerlijkt wordt in jou en dat Hij iets in jou ziet van zijn Zoon van Jezus Christus. Daar geniet Hij van. Hij geniet ervan als Hij ziet dat je gevormd wordt naar het beeld en dat je het karakter van de Zoon, dat Hij dat in jou terugvindt. En het middel daartoe is onder andere het huwelijk. Het middel om volledig, zeg maar, om gevormd te worden naar het beeld van Christus en die verheerlijking van God in je leven, heeft hij als huwelijk een middel gegeven. Maar net zo, schrijf dat op, is alleengaand net zo een middel voor God om zichzelf te verheerlijken en je te vormen naar het beeld van Christus. En daarom zie je dus dat als ik zo dadelijk over het huwelijk spreek, dan zul je altijd in de gedachte moeten houden dat het geen doel is. Het is een middel. En dat ook voor diegenen die alleengaand zijn, als een enorme bevestiging dat je man en vrouw bent, volledig. En soms is het zo, ik heb regelmatig contact met mensen bij ons in de gemeente die alleengaand zijn. Het zijn meestal weduwen die een hele belangrijke plek hebben in onze gemeente. Dat zie je ook, zeg maar, in de Bijbel, dat een weduwe een belangrijke plek heeft in de gemeente. En ik ben ervan overtuigd dat de bediening van Rietje en ik, wat wij mogen doen in de gemeente, mede wordt bepaald door het gebed juist van deze alleengaande. Omdat ze zijn met ons bezig, ze weten soms dat we het moeilijk hebben zonder dat we iets erover zeggen. Ze hebben tijd om zich af te zonderen. Ze hebben zich tijd om bij God te zijn, omdat ze niet, zoals in 1 Korinthe 7 staat, dat je gedeeld bent. En aan de andere kant is het ook zo, ik merk zo soms dat hoe je het of keert of wilt, aan de ene kant, als je getrouwd bent, dan vertrouw je op de Heere God en je vertrouwt ook op je vrouw. Maar iemand die alleengaand is, die vertrouwt alleen op God. En vandaar dat ik dus daarmee wil beginnen, om dat goed duidelijk neer te zetten, dat jullie beseffen dat als je alleengaand bent, dat het
een enorme heerlijkheid is om te zien dat je je kunt toewijden aan de Heere God. Dat die vreugde in hem is. En dat hij met jouw leven zichzelf wil verheerlijken. En dat die door het niet getrouwd zijn en doordat je je moet beheersen, waar ik gisteren over heb gesproken, in seksualiteit, dat je karakter gevormd wordt. En dat er een toewijding is. En dat God dat gebruikt om je te vormen naar het beeld van Christus. En aan de andere kant, een huwelijk, een middel, en dat zal ik zo dadelijk nog iets beter uitwerken, dan een middel om gevormd te worden naar het beeld van de Zoon. Ik vind het speciaal altijd om over het huwelijk te spreken. Ik had vorige week zaterdag was het, mocht ik van Inge en Thijs Strijbus, misschien zijn er mensen van jullie op het huwelijk misschien geweest, mocht ik voorgaan. En ik vind het altijd heel bijzonder om over een huwelijk te spreken. Want je moet maar eens vragen, ik heb die vraag al eens gesteld op mijn werk, wat is nu eigenlijk een huwelijk? Wat is een huwelijk? Je krijgt de vreemdste antwoorden. Ik heb soms meegemaakt dat ik in een dienst in onze eigen gemeente voorging in een huwelijk en uitgelegd heb van een huwelijk is. En dat mensen na die prediking naar me toe kwamen, zeiden ze, ik ben nu meer dan 30 jaar getrouwd. Maar het is nu de eerste keer dat iemand me heeft uitgelegd wat een huwelijk is. En het is zo ontzettend belangrijk, daarom wil ik met jullie nadenken, wat is een huwelijk? Waar zeg je ja tegen? En ben je in staat om daar ja tegen te zeggen? Het allereerste is dat je beseft dat het huwelijk geen uitvinding van mensen is. Het huwelijk is ontstaan in de gedachte van God. In Genesis 1, dan zie je dat hij de man en vrouw schiep en dat hij de vrouw bij de man brengt. En het is zo belangrijk om te beseffen dat het huwelijk iets is van een scheppingsorde. En wat ik je nu zeg, zul je misschien heel vreemd vinden, maar omdat het bij de scheppingsorde is, zie je soms dat er huwelijken, hele mooie huwelijken zijn bij ongelovige mensen en dat er hele zware huwelijken zijn bij christenen. En dat komt omdat het te maken heeft met een scheppingsorde. Ik wil niet zeggen dat een ongelovige beseft en diep, zeg maar, de diepe kern kan vatten van een huwelijk. Maar je ziet wel, we hebben vrienden die niet gelovig zijn. En van die mensen, daar konden we soms iets leren als je weet van, vooral in het begin van het huwelijk, toen we met hen optrokken, dat was een enorme liefde. En ik begreep eigenlijk het soms niet. Maar dat hangt samen dat het een scheppingsorde is van God. God heeft het geschapen. En daarom is het zo belangrijk dat dit ook absoluut het boek is om over een huwelijk na te denken, omdat het een gedachte is van God. Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw. En wat de Nederlandse staat er ook van maakt, en hoe het ook in onze cultuur gedefinieerd is, dat er twee mensen van hetzelfde geslacht een huwelijk kunnen aangaan, dat is geen Bijbels huwelijk. Dat is niet om mensen te veroordelen. Zeker niet. Maar het gaat boven onze cultuur, wat God gedacht heeft, en boven wat wij als mensen ervan maken. Het is daarom ook bijzonder om daar, zeg maar, de kern van te zien, dat het een verbond is tussen God, een man en een vrouw. Nu is het zo dat als je naar wat is nu een verbond en wat is nu een contract. Ik ben naar notaris gegaan en heb hier, zeg maar, een boekje. Daar staat dat je dus in Nederland, is het de laatste 20 jaar ontzettend veranderd wat het huwelijk betreft. Ongeveer 20% van de mensen, en ik denk dat de percentages al wat groter zijn, die trouwen niet meer. Velen die gaan samenwonen en anderen die doen een samenlevingscontract sluiten.
Wat is nu het verschil tussen een samenlevingscontract en een huwelijk? Want dat komt steeds meer in trek in Nederland, dat je dus in feite in plaats van een huwelijk een samenlevingscontract heeft. Je krijgt zelfs discussies, heb ik erover, dat een samenlevingscontract hetzelfde is als een huwelijk. Mensen in een samenlevingscontract krijgen kinderen en na verloop van een tijd, dan zie je dat ze dus dezelfde waarde aan dat samenlevingscontract hechten als aan een huwelijk. Toch is dat principieel iets totaal verschillends. Als je namelijk naar de notaris gaat en je leest het boekje door, dan is het zo dat in een samenlevingscontract, als je dat gaat afsluiten, dan worden verschillende dingen afgesproken. Het eerste is bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, die worden vastgelegd. Dan bank- en girorekening, dat wordt beschreven. De inboedelverdeling, wie behoort wat toe? Wie huurt de woning? Als het gaat over een eigen woning, hoe is dat verdeeld? Als het gaat over een lening, wie gaat deze aan? Of doen we dit samen? Wie is er verzekerd? Je kunt een geschillenregeling laten opnemen in een samenlevingscontract. Als je het zeg maar niet eens bent, hoe er een uitspraak gedaan wordt. En dan wordt er over de voogdij van de kinderen meestal ook iets vastgelegd. En je ziet in wezen, het wezen van een contract is dat een contract wordt gesloten voor een begrensde periode. Je ziet in zo'n samenlevingscontract, als je dat goed doorleest bij de notaris, dan is het zo dat dat is een begrensde periode. En als het contract verbroken wordt, dan heb je al afgesproken hoe het eindigt. Hoe het geschil eindigt. Hoe een samenlevingscontract ontbonden wordt. Zo'n contract, daar wordt ook vastgelegd een als-dan situatie. Dus als jij dit doet, dan doe ik dat. Het is altijd voorwaardelijk. En dan een contract, als je zeg maar ook naar een samenlevingscontract kijkt, dan dient het om te krijgen wat is afgesproken. Dat jij dat krijgt wat je wenst. En het laatste is, zo'n samenlevingscontract, dat zie je ook zeg maar als je het boekje doorleest, dat is om de verhoudingen en de verantwoordelijkheden goed af te spreken. Maar in de inhoud van een verbond, zoals God het gegeven heeft, is compleet anders. Heel anders. Ik wil je daar een voorbeeld van laten zien. Ik heb gisteren over het verbond gesproken over David en Jonathan. Maar ik vind het zo indrukwekkend om over het verbond wat Rut sluit met haar schoonmoeder Naomi. Naomi is met haar man naar een vreemd land getrokken, omdat er in Bethlehem een hongersnood is. Misschien kennen jullie de geschiedenis wel. En in dat land, daar haar twee zonen die trouwen, maar na een verloop van tijd, ongeveer 10 jaar, dan sterft de man van Naomi en beide zonen sterven. Die beide zonen zijn getrouwd met, en een van de schoondochters is Rut. En die schoondochters beide trekken met haar op, want Naomi heeft gehoord dat er in Bethlehem weer de hongersnood voorbij is. En dan dringt ze bij haar schoondochters erop aan, ga toch terug. Ga terug naar het land, want bij ons heb je geen toekomst. Rut is een Moabitische. En dat is eigenlijk een wet in het, dat de Moabitische hoort niet in Israël. Ze zouden waarschijnlijk ook geen man kunnen vinden, omdat het zeg maar verboden was om met een Moabitische een huwelijksverbond aan te sluiten. Dus zegt Naomi tegen beide schoondochters, ga terug. Eén schoondochter die gaat terug, maar Rut die zegt zo indrukwekkend in Rut 1 vers 16 en 17, en dat is een verbond wat ze daar sluit. Ze zegt, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan. Bij u vandaan, want waar u heen gaat zal ik ook gaan en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. En je ziet hier de ingrediënten van een verbond. Een verbond is niet gericht op een begrensde periode of een bepaalde periode.
Dit was tot haar dood. Ik vind het altijd indrukwekkend als ik met mensen die zich voorbereiden op het huwelijk, als ik met hen naar die passage kom en zeg, want dat wordt op het stadhuis niet gezegd. Ook als je daar een huwelijk sluit, want op het stadhuis wordt het huwelijk als het ware gesloten en dan komt er nog een eredienst. En in die dienst, die zegening van het huwelijk, dan wordt de vraag, wordt gezegd dat je naar elkaar toe belooft tot de dood ons scheidt. Dat is iets wat wij toevoegen, als het ware, aan de belofte op het stadhuis. Want daar wordt al helemaal niet meer gevraagd tot de dood ons scheidt. Omdat ze daar weten van 40% van de mensen kan het gewoon niet volhouden. Dus laten we dat maar weg, tot de dood ons scheidt. Maar een huwelijk, dat is een verbond, wat Rut hier zegt, tot de dood ons scheidt. Het is niet meer te ontbinden hier op aarde. Dat zeg je ook. Wat de mens, zeg maar, wat God samenvoegt, zal de mens niet ontbinden. Dat is het karakter van een verbond. Dat is het karakter van het verbond van wat Jezus gesloten heeft met de Vader over ons. En dan zie je eigenlijk dat een verbond is gesloten en is gericht op het welzijn van de ander. Niet dat jij krijgt wat jij wil ontvangen, maar een verbond wordt gesloten, zoals Rut dat hier zegt, dat is gericht op het welzijn van de ander. Rut ging, in de gedachte van Rut was niet haar eigen welzijn. Het gedachte van Rut was het welzijn van haar schoonmoeder. Er was geen als-dan situatie. Tot de dood ontscheidt, of het moet te zwaar worden. Het is onvoorwaardelijk. En weet je wat zo mooi is aan onvoorwaardelijke liefde? Ik vind dat zo indrukwekkend in ons eigen huwelijk. Dat Rietje me onvoorwaardelijk lief heeft. Weet je wat dat betekent? Er zijn momenten in ons huwelijk dat ik niet aan de voorwaarden voldoe dat zij mij lief heeft. Want ik faal. De grootste problematiek in ons huwelijk is eigenlijk dat ik nog veel te min naar het beeld van God, naar het beeld van de Zoon gevormd ben. En onvoorwaardelijk betekent de ander voldoet niet aan de voorwaarden dat je hem lief hebt. En dan werkt die agapeliefde waar we gisteren over hebben gesproken. Dat je onvoorwaardelijk lief hebt. De ander voldoet niet aan de voorwaarden. Dus in een verbond heb je het over een onvoorwaardelijke liefde. Een verbond vindt zijn fundament niet in de afspraken. Weet je? Ik ben eens. Ik was een preek aan het voorbereiden over een verbond. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga nog eens naar het gemeentehuis. En we wonen in een dorp. En dan ga ik eens aan het loket vragen naar een uittreksel uit het burgerlijk wetboek. Want ik wilde eigenlijk graag weten wat ik nu wel eigenlijk beloofd had. Dus ik kom in het loket en die vrouw die kent me goed. Ik zeg, wil die me een kopie maken van wat ik eigenlijk beloofd heb ooit eens toen ik op het stadhuis kwam en met Rietje trouwde. En ik zag haar kijken. Ze deed het eigenlijk en ik denk, oh, dat is mis. Ik zag in haar ogen dat ze dacht, met dat huwelijk, misschien, dat zal niet zo lang meer stand houden. Want als hij nu een kopie komt vragen van wat hij beloofd heeft en thuis komt en zegt, kijk, dit doe ik wel en dit doe ik niet. Als dat de basis is van je huwelijk, ja, dan houdt het geen stand. En het mooie is, in een verbond, dan zie je eigenlijk dat het fundament is niet de afspraken. De fundament is niet wat je hebt beloofd. Het fundament is de liefde. Als ik thuis kom, ik heb gezegd van, het is zo bijzonder eigenlijk om daar iets even verder over na te denken. Als ik thuis kwam en ik was zeg maar een paar dagen thuis geweest. En het eerste wat ik dan deed was, dat Rietje die verwachtte me. En dan kwam ik binnen
En dan omhelsden we elkaar en dan gaf ik haar een kus, een innige kus. Nu stel dat ze me vroeg, waarom kus je me? Waarom geef je me die kus? Ik pak het boekje en ik zeg, ik heb toen en toen beloofd dat ik je lief zou hebben. Ik denk dat ze me het boekje te eten geeft. Dat wil ze niet horen. Ze wil niet horen dat ik ooit eens een verbond heb gesloten. En dat ik daarom een kus geef. Ze wil horen, ik ben gek op je. Ik heb passie voor je. Ik houd van je. Dat is het fundament van het verbond. De liefde. En dat is zo dat het zo indrukwekkend is dat je dus moet zeggen van wat is nu dan het verbond? Wat zijn dan de pijlers? Wat zijn dan Gods gedachten? Wat is Gods gedachte? Waar zeg ik nu eigenlijk ja tegen? Wat is Gods plan met het huwelijk? Zoals ik in Efeze 5 gelezen heb, maar dat staat hetzelfde, woord is een citaat uit Genesis 2, als Jezus eigenlijk het huwelijk instelt, of als de Heere God het huwelijk instelt, dan staat er in Genesis 2 vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen één vlees zijn. Er zijn drie pijlers. Verlaten, hechten of aankleven tot één vlees zijn. Dat zijn de pijlers. Allereerst verlaten. Verlaten betekent eigenlijk dat de relatie met je ouders die verandert. De huwelijksband die is sterker dan de bloedsband. Je vrouw staat op een veel hoger plan dan je ouders. Het is natuurlijk zo dat je je ouders eert. En verlaten betekent niet dat je je ouders aan het lot overlaat. Of dat ze, zeg maar, dat je ze in de steek laat. Je kunt bij wijze van spreken 1000 kilometer van je ouders afwonen en toch niet verlaten hebben. En aan de andere kant naast hen wonen en toch verlaten hebben. Want wat betekent dat eigenlijk, dat verlaten? De relatie verandert. De verantwoordelijkheden veranderen. Je bouwt een relatie met je partner, met je huwelijkspartner op. En je bent meer bezorgd over de ideeën en de opvattingen en de gewoonten van degene waarmee je getrouwd bent, als die van je ouders. Dat betekent dat je moet ophouden, en ik zie het zo vaak, waar huwelijksproblemen zijn, dat mensen moeten ophouden dat ze hun partner gaan veranderen, omdat die dan geaccepteerd wordt door de ouders. Dat is te gek voor woorden. Ik zie het vaak, als je in huwelijksgesprekken bent, in counseling, dan ligt eigenlijk vaak de problematiek dat de man de ouders niet verlaten heeft. Dat hij emotioneel en ook financieel niet onafhankelijk is van zijn ouders. En vaak is dat, ik geef u twee belangrijke redenen waarom dat komt. Het eerste is, als een huwelijk niet goed gaat en de man en de vrouw die missen gewoon iets in een huwelijk. De vrouw mist de liefde van de man. De vrouw mist de bescherming van haar man. De man is nooit thuis. Ze mist gewoon iets enorm in haar huwelijk. En als er dan kinderen komen, dan zie je eigenlijk dat de liefde van, zeker ook vaak zie je dat in een huwelijk, dat de liefde van de moeder gaat naar de zoon. En dat is een ongelijkwaardige relatie wordt dat dan. Datgene wat ze eigenlijk van haar man verwacht, gaat ze bij haar kinderen zoeken, met name bij de zonen. En dan zie je dat er een relatie ontstaat die gewoon niet evenwichtig is. Datgene wat er eigenlijk verlangd wordt uit de man, willen ze zoeken bij de kinderen. En een andere, wat zeg maar een belangrijke reden is, ik was zelf zeg maar 16 toen mijn vader overleed. Ik was de oudste zoon, mijn moeder was 40 en mijn vader overleed met 39 jaar. En dan zie je eigenlijk dat je als oudste zoon
krijg je een plek toebedeeld die eigenlijk een plek is. Mijn moeder gaf me een plek die eigenlijk alleen maar mijn vader toekwam. Het was logisch dat ze op me ging bouwen. Het was logisch dat ze me vertrouwde. Ik kan me dat ook heel erg goed voorstellen dat je je ergens een vasthoud eigenlijk hebt. Maar wat er gebeurde was dat toen ik een relatie kreeg met Rietje, dat er een concurrentiestrijd ontstond. En ik dat niet in de gaten had. En eigenlijk door schade en schande dat doorheen kwam. Je ziet het in de Bijbel, wat ik vertel, zie je dat ook gebeuren. Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren dat Jacob 70 jaar op dat moment, is er iets indrukwekkends gebeurd daar, wat een spiegel voor ons kan zijn. En dat is namelijk dat Isaac denkt dat hij gaat sterven. En Isaac, zoals mannen zijn, heeft daarna nog heel lang eigenlijk geleefd. Maar mannen die wat ziek zijn, die denken meteen dat ze gaan sterven. Dus Isaac die gaat ook in die rol. En dan zie je eigenlijk dat hij dan denkt, ik ga eerst het geboorterecht uitdelen. En dan wil die Esau wil die eigenlijk zegenen. En Rebecca, die hoort dat. En Jacob is haar lieveling. Esau, zoals we dat deze week ook gelezen hebben, met 40 jaar heeft hij zich losgerukt. Maar Jacob is nog thuis. En dan komt zijn moeder komt naar hem toe en zegt, ja, het eerste geboorterecht wordt, je vader gaat dat aan Esau geven. Weet je wat, ik maak een grote wildbraad. We slachten een geitenbokje. Hij komt er tegen verzet en zegt, ja, mijn vader die zal het toch wel ruiken. En ik heb een hele andere huid. Dan zegt ze, geen probleem, lossen we op. We doen een geitenbokje slachten. We spannen dat vel over je hand. Het is, als je daarover nadenkt en je zou het in een toneelspel zien, dan zou je zeggen, dat is te belachelijk voor woorden. En Jacob, die doet dat allemaal, hij stribbelt wel een beetje tegen, maar hij doet dat. Hij is geen 16, 17, 18 jaar. Hij zal ongeveer 70 jaar zijn op dat moment. En hij zegt niet, mam, dat kan niet. Dat is zonde. Dat doe ik niet. Die relatie tussen Rebecca en Jacob is gewoon niet gelijkwaardig. En hij zit helemaal in de ban van die relatie met zijn moeder. En ik zie het heel, heel regelmatig dat als je niet verlaat als man, dan kun je je niet hechten. Je bent als het ware bezet gebied. Je bent bezet gebied. En dat is zo ontzettend essentieel dat te verlaten. Ik vind het ook schitterend eigenlijk op het moment. Dat is niet alleen, vind ik persoonlijk, een ceremonie. Als de bruidegom, die staat dan voor, als we zo'n eredienst, zo'n zegeningsdienst hebben met het huwelijk in te zegenen. En dan staat de bruidegom, die staat vooraan. En dan komt op een gegeven moment komt de bruid met de vader binnen. Ik vind het een schitterend moment. En dan brengt de vader, het is het beeld natuurlijk van God, die de bruid stralend, zonder vlek of rimpel, bij de zoon gaat brengen. Maar dat even terzijde. Dan komt die vader, die komt binnen met de bruid. En dan is het zo dat de vader, die geeft de hand van de bruid, zo spreek ik dat ook altijd af, dat de vader, die geeft de hand van de bruid in de hand van de man. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat hij de verantwoordelijkheid die hij draagt over zijn dochter, geeft hij in de verantwoordelijkheid en onder de verantwoordelijkheid van de man. Want heb je je al eens afgevraagd waarom er staat dat de man zijn ouders moet verlaten en niet de vrouw? Dat komt omdat de gezagsrelatie verandert. De zoon die staat als het ware onder het gezag van zijn vader.
Op het moment dat hij trouwt, gaat hij onder dat gezag weg. En de vrouw wordt als gezag bij hem gebracht. En hij moet verlaten om zijn vrouw te kunnen leiden. En naarmate je niet verlaat, zul je ook niet kunnen hechten. Dat is, het een is aan het ander verbonden. En hechten, dat is eigenlijk aankleven. Je wordt gelijmd. Je wordt gelijmd. Het huwelijk, dat beloof je trouw zonder tenzij. Tenzij de problemen te groot zijn. Nee, het is een hechten. Weet je, het is zo mooi. Ik zie het huwelijk eigenlijk als dat er twee mensen zijn met verschillende kleur. Laten we zeggen, twee kleuren, twee identiteiten. En God brengt ze in dat verbond. En wat ik zo mooi vind, is eigenlijk dat Rietje haar identiteit behoudt in Christus. En ik behoud mijn identiteit in Christus. Maar nu gaat God deze in elkaar weven. En wat je dan ziet is dat als je naar ons kijkt, naar een huwelijk kijkt, dan zie je eigenlijk de ene kleur en de andere kleur, dat behoud je. Maar het wordt één mooi geheel. En het probleem is eigenlijk dat als je dit uit elkaar wil gaan halen, dan scheurt er wat. Er blijft altijd iets achter. En wat ik eigenlijk vind in onze maatschappij, is dat echtscheiding absoluut geminimaliseerd wordt. Aan de pijn, aan de moeite, aan de verschrikking waar mensen doorheen gaan. Omdat ze, daar wordt niet over gesproken, omdat er gewoon te veel mensen zijn die gescheiden zijn. Want ik heb wel eens meegemaakt in mijn werk dat we het over het huwelijk hadden. En toen zei ik, vroeg een partner, een klant van ons waar ik mee in gesprek was, of ik getrouwd was. En toen zei ik, ja, ik ben getrouwd. En zei hij, heb je kinderen? Ik zeg, ja, 5. Zegt hij, met dezelfde vrouw. Daar wordt er niet meer van uitgegaan. En wat absoluut geminimaliseerd wordt, is dat God in die scheppingsorde, daarom is het al heel erg belangrijk, dat je zegt, in die scheppingsorde, God heeft dat geschapen, dat hechten is niet alleen voor christenen, ook mensen die niet geloven, die worden met elkaar gehecht, die worden gelijmd. En als dat uit elkaar getrokken wordt, op een huwelijkszegening kleef ik altijd twee papieren aan elkaar om het te laten zien. En als ik het dan uit elkaar trek, dan zie je dat het een blijft bij het ander achter. Je krijgt het niet meer in de originele staat terug. Dat gaat niet. Je krijgt het niet in de originele staat terug. Dat hangt aan dat hechten. God heeft het zo gewild. En dat wordt compleet geminimaliseerd. De pijn van de kinderen, maar ook de pijn van de partners. Het scheurt. Maar het mooie is eigenlijk, als je verlaat en je wordt aan elkaar gekleefd, dan komt dat wonder van dat één vlees zijn waar ik gisteren ook over heb gesproken. Die intimiteit in het kader van het huwelijk, wat zijn weerga niet kent. Die schoonheid, die kwetsbaarheid, die teerheid, die broosheid. Dat één vlees zijn, die totale overgave, is niet alleen het delen van je lichaam. Het is het delen van je emotie. Het delen eigenlijk van de hele persoon. Tot de donut scheidt. Je kunt je dan ook voorstellen dat er een kader moet zijn van dat delen. Als ik me helemaal geef aan de ander, moet er een verbond zijn waar ik in weet van tot de donut scheidt. Ik ben aan die andere gekleefd. Dat moet een commitment zijn. Dat moet trouw zijn. Dat moet ik hebben uitgesproken. Dat moet een derde partner zijn. En dat is God zelf die zich daaraan verbindt. Om het tot een huwelijk te maken wat opbloeit. Ik vond het heel bijzonder. We hebben, zeg maar, Thijs en Inge Strijbis, die sommigen van jullie kennen, die hebben Rietje en ik mogen begeleiden.
En in die voorbereiding doen we eigenlijk, spreken we over deze dingen. Wat is nu een huwelijk? En hoe past je dat toe? En waar zeg je het ja tegen? En toen, ze maakten daarvan steeds een gespreksverslag. En een van de dingen die ze ons toen schreven, ik heb dat ook gedeeld op een huwelijk, of ik dat mag voorlezen, dat was, ze schreven in een gespreksverslag, we delen dat de afgelopen weken erg bijzonder zijn geweest. Dus ze vertellen, als we met mensen samenkomen, dan het eerste wat we vragen is, hoe gaat het met jullie? Hoe is het met jullie? En daarvan schreven ze in het verslag, we delen dat de afgelopen weken erg bijzonder zijn geweest in het samen wandelen met de Heere. Dat we samen de Bijbel lezen. Dat we voor elkaar en de omstandigheden waar we ons in bevinden bidden. Dat we merken dat we beiden steeds meer geschaafd worden naar het beeld van onze geliefde Heer Jezus. Dat dit een proces is dat soms pijnlijk is, maar goed. Dat we merken dat alles neerkomt om de ene uitnemer te achten dan de ander. Dan zie je al de contouren in die voorbereiding, het groeien naar dat verbond. Om de een uitnemender te achten als jezelf. Om te zien dat je geschaafd wordt en dat je geschaafd wordt naar het beeld van Christus. Ik heb dit voorgelezen omdat je hierin ziet dat zij het huwelijk ook zien en gaan zien als een middel en niet als een doel. Als je dit nu begrijpt, dat dat een huwelijk is, dan snap ik helemaal wat in Matteüs 19 eigenlijk staat, als je dat eens eventjes opzoekt, Matteüs 19. Als het gaat over het huwelijk en Jezus zeg maar uitlegt wat het huwelijk zo is en dat het zeg maar tot de dood ontscheid is, dan zegt hij op een gegeven moment, dan komen de apostelen die komen tot de conclusie, de discipelen, als het gaat over de heiligheid van het huwelijk, zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man en de vrouw er zo voor staat, dan komen ze tot de conclusie, als dit het huwelijk is, dan is het beter niet te trouwen. Want dat is nogal een opgave. Om in dat verbond te stappen. En het bijzondere is, als je het zou toespitsen op de man en de vrouw, en ik zou hun een belofte moeten laten geven, de belofte die ik heb gegeven aan Rietje, toen we dat verbond sloten, als het uit mijn eigen vaatje zou moeten worden geput, dan zou ik het gewoon niet kunnen. Ik zou er niet aan willen beginnen. Want weet je wat het is? Als je dus, zeg maar, stel dat je liefdadigheidsprojecten ondersteunt en je geeft er geld aan. Hè? Dan is het zo dat je dus, je geeft het geld, maar ergens heb je een potje waar je dat geld uithaalt. En dan geef je hier aan dat liefdadigheids en daar koop je wat en daar geef je en je hebt dat potje. En op het moment dat het potje leeg is, kun je niks meer geven. Houd het op. In huwelijk is dat ook zo. Als jij dus een potje hebt en je wil liefde geven en liefde geven en liefde geven en de fundament van het verbond is liefde, waar haal ik het vandaan? Ik moet met de bron aangesloten zijn. Ik moet, zeg maar, met die bron zijn aangesloten bij de Heere Jezus, bij de Heere God, dat Hij die liefde is. Hij heeft die liefde gegeven en ik kan daaruit putten. En ik weet, één ding weet ik zeker, dat men nooit aan liefde tekort zal zijn. Niet omdat ik het uit mijn eigen moet gaan pakken. Nee, ik heb een diepe, intieme relatie met de Heere Jezus en met de Heere God. En ik kan uit die liefde putten en het dan uitdelen. En dat potje raakt nooit leeg. Dat raakt nooit leeg. En vandaar dat ik dus echt dat commitment kan geven ook. Van je lief te hebben tot de dood ontscheidt. Wat zeg je nog meer ja tegen? Je zegt ook ja tegen je partner. Je zegt niet alleen ja tegen het plan van God, maar je zegt ook ja tegen het partner. En waar wij eigenlijk heel vaak, zeg maar,
We doen 6 maanden in onze gemeente, doen wij zeg maar huwelijksvoorbereiding. En dan komen heel wat dingen aan de orde. Bijvoorbeeld de rol van de man en de rol van de vrouw en het doel van het huwelijk en hoe God het huwelijk ziet. En dat je het eens bent met de geldbesteding. Maar wat heel erg essentieel is, is om te bespreken dat je ja zegt tegen je partner. Iedereen heeft zijn rugzakje. Ik kom uit een gezin waar ik zei van, waar mijn vader overleden is. Rietje komt uit een gezin. Iedereen van jullie komt uit een gezin. En dan hebben we goede voorbeelden en slechte voorbeelden. Goede cultuur of slechte cultuur. Iedereen komt met een rugzak. En wat we eigenlijk steeds ook vragen aan de mensen is, dat je dus ook ja zegt tegen de geschiedenis van iemand. Dat je ja zegt tegen waar die vandaan komt. Dat je ja zegt tegen een opleiding van iemand. Dat je ja zegt tegen het karakter. Er is niks ergers als in het huwelijk te stappen en te denken, ik zal hem straks wel veranderen zoals ik denk dat hij zou moeten zijn. Als je daar geen ja tegen zegt en je gaat met een dubbel programma lopen en je denkt, nou dat bevalt me eigenlijk niet, maar in ons huwelijk trek ik dat wel recht. Dat zal ik hem wel nog leren. Je moet ook ja zeggen tegen, niet tegen de geschiedenis, maar ook ja tegen geheimen. Stap niet, ik vond het indrukwekkende getuigenis vanmorgen. Ik vond het indrukwekkend. Om naar elkaar toe te gaan en te zeggen, dit is mijn leven. En ik vond het heel waardevol wat Arjan zei, dat hij zei van, je moet het wel bespreken, maar je hoeft niet tot het punt en de komma te gaan vertellen om je vrouw of je man te belasten. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat de hoofdlijnen er zijn. En het is ook belangrijk om met een broeder te gaan. Soms komen mannen naar me toe en die zeggen, ik wil iets met je delen voordat ik het huwelijk inga, want ik wil daarvan loskomen, ik wil daarvoor bidden. En het ook te delen met je vrouw, tot bepaalde hoogte. Zij moet weten wat jouw leven is geweest. Niet in detail. Niet dat het haar belast. Of dat jij als vrouw ook deelt met je vrouw. Je moet de dingen delen. Want je kunt niet met een geheim het huwelijk in. Dat kan niet. Als er een abortus is gepleegd, misschien onder druk van de ouders, dan moet de partner dat weten. Hij moet namelijk kunnen kiezen. In een huwelijk kun je niet meer kiezen. In een huwelijk, in een verbond, kun je niet meer kiezen. En het is indrukwekkend als je dan zegt van, zoals we dat nu net hoorden, dat God zegt, joh, kijk nu naar je bruid zonder smet, zonder rimpel. Je kiest voor haar, maar ik maak haar rein. Maar je kiest ervoor. En dat is zo belangrijk. Het is funest als je achteraf dingen gaat delen die je eigenlijk vooraf had moeten zeggen, zodat partner ook daarvoor kan kiezen. Wat is het doel? Het doel van het huwelijk. Wat is uiteindelijk het doel van het huwelijk? Kijk, veel mensen stappen in het huwelijk met het doel dat ze gelukkig worden. Dat ik gelukkig word. Of dat je met je man en vrouw samen gelukkig bent. Of dat je kinderen krijgt. Of een gezin sticht. Of niet alleen bent. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat je weet dat het huwelijk, zoals ik al zei, dat het huwelijk niet het doel op zich is. Het is zo bijzonder om te zien dat God zeg maar het huwelijk eigenlijk gebruikt voor een hoger doel. Namelijk om je te vormen naar het beeld van zijn zoon. Er is nog iets anders wat ik zo ontzettend bijzonder vind. En dat is namelijk dat
dat toen wij trouwden en we kwamen tot geloof, toen hebben we eigenlijk naar elkaar uitgesproken dat we zeiden, we willen eigenlijk dat als mensen met ons omgaan, dat ze iets zullen zien van het geheimenis. Wat het geheimenis openbaart. En het hoger doel van het huwelijk is eigenlijk dat als mensen met een getrouwd stel omgaan, dat ze zien iets van die liefde van Christus voor zijn bruid. En wij, Rietje en ik, hebben gevraagd aan de Heere God, Heere God, de roeping van ons huwelijk is te openbaren als mensen met ons omgaan, dat ze iets mogen zien van die liefde van God, van de bruidegom voor de bruid. En weet je, het is zo heerlijk als je dan 40 jaar getrouwd bent en je krijgt dat terug van mensen, dat ze graag met je omgaan, omdat ze iets zien wat hoger is als wat ze normaal zien in een huwelijk. Dat ze iets proeven in het huwelijk, doordat je je toewijdt, doordat er een omgang met Christus is. Dat mensen zien in het huwelijk iets van die boodschap van God zelf. En dan gaat het niet meer over jezelf. Dan gaat het over de heerlijkheid van Christus. En dat is zo indrukwekkend. Om te leven tot heerlijkheid van Hem. Om daarin echt je rein te bewaren. Om daarin ook je passie te vinden. Heere God, het gaat om U. Het gaat niet om mijn geluk. Het gaat niet omdat we kinderen krijgen. Of wel of geen kinderen krijgen. Natuurlijk, soms is dat erg verdrietig. Maar als je van kinderen krijgen het doel gemaakt hebt, word je nog verdrietiger. Maar als je ziet van ons huwelijk is gegeven om God te verheerlijken, om iets te laten zien van die liefde van Christus voor zijn bruid. Dat is zo'n prachtig doel. Dat is zo heerlijk om in dat verbond te leven. Dat is denk ik ook het geheimenis. Het geheimenis eigenlijk van Genesis 1 vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen is. En schrijft de mens eens met grote M. Ik denk dat toen Genesis 1 vers 18, dat God een wederhelft maakte voor de man. Ik denk dat daar een groot geheimenis, als hij hier spreekt over dat mysterie, dit geheimenis is groot. Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Ik denk dat in Gods gedachte was, Genesis 1 vers 18, dat hij zegt van, het is niet goed dat de mens alleen is, mens met grote M, dat Jezus een bruid krijgt. Voor de grondlegging der wereld was dat al in de Gods gedachte, dat zijn zoon een bruid kreeg. En dat beeld van Genesis 1 vers 18, het geheimenis wat daarin zit, daar ben ik echt van overtuigd. Dat is dat God man en vrouw schept. Daarom is het ook zo dat het zo'n prachtige gedachte is. En hij neemt uit de man, neemt hij een vrouw. Die vrouw wordt gekocht door het bloed van zijn eigene. En hij brengt die bruid bij de bruidegom. En wat nooit iemand gesnapt heeft in het Oude Testament. En als je Genesis 1 echt wil begrijpen, dan wordt dat geopenbaard in Efeze 5. Dat geheimenis is zo ontzettend groot, omdat God dat met die gedachte, het openbaart, het verbond, wat hij zou gaan sluiten in het Nieuwe Testament. Dat is het ontvouwen van het geheimenis. En dat is de roeping van u als u trouwt, van jullie als jullie trouwen. Ik werd vannacht wakker en ik heb voor deze samenkomst heb ik een tijd gebeden, omdat ik echt ervan overtuigd ben dat jullie een verschil kunnen gaan maken. Ik heb gisteravond jullie uitgedaagd en gevraagd om je zonde te belijden, om schoon schip te maken. Ik wil vandaag en nu wil ik jullie echt ook het volgende vragen. Ik ben ervan overtuigd als jongeren,
Die slag wordt in jullie generatie geleverd. Als jongeren verkiezen om Gods plan voor hun leven te leven, om je rein te bewaren, dat je gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Een van de dingen die me altijd opvallen, als ik in gemeentes kom, ik spreek regelmatig in andere gemeentes, wat mij altijd opvalt, is dat de christelijke leer, de hele dogmatiek, daar zijn we ongelooflijk sterk in. Alles wat hierboven is. Maar weet u waar ik behoefte aan heb? Ik heb niet alleen behoefte aan de leer. Ik vind leer heel erg belangrijk. Weet je waar ik behoefte aan heb? In onze gemeente. In de huwelijken die ik zie. Dat de christelijke leer geleefd wordt. Ik heb een diepe behoefte dat ik zie in mensen dat ze Christus leven. Dat ze niet Jezus alleen met de mond belijden, maar dat hij de Heer is van hun leven. En dat ze datgene wat God schrijft niet alleen met de mond vertellen. Doe het liever niet, leef het. En dan word je gevraagd. De sterkte van het evangelie is veranderde mensen. Mensen die veranderen. Mensen die een brief zijn. Die een geur zijn. Een sieraad staat er voor God. Een sieraad is eigenlijk, als een vrouw een sieraad draagt, dan is het zo dat sieraad, dat maakt haar schoonheid. Dat zal haar schoonheid eigenlijk benadrukken. Het is zo prachtig dat wij een sieraad van Christus kunnen zijn. Dat we die schoonheid van Christus in het leven kunnen laten zien. En daar heb ik echt behoefte aan. En ik hoop dat jullie ook opgewekt worden erin. Dat je zegt, ik wil het christenleven, wil ik leven. Niet vertellen. Ook niet als een dogma zien. Maar ik wil het leven. En ik wil jullie echt daarom vragen. Ik wil eigenlijk jullie iets vragen. Ik wil jullie vragen een moment zo dadelijk dat we een moment kennen en dat je knielt voor God. Dat je knielt. En dat je... Sorry. Dat je een moment kent van toewijding. Hernieuwde toewijding. Dat je zegt, Heere God, hier ben ik. Hier ben ik. En ik heb gisteren mijn zonde beleden. Maar ik wil me nu toewijden en u vragen, geef me de kracht om rein te blijven. En me voor te bereiden op een huwelijk of alleengaand te zijn. En deze oproep is niet alleen voor diegenen die verkering hebben. Het is voor diegenen die alleengaand zijn. Het is voor diegenen die verkering hebben. En het is voor diegenen die getrouwd zijn. Omdat het identiek is. Dat je zegt, Heere God, ik wil knielen. En me toewijden. En u vragen, maak me rein voor u. Houd me rein voor u. En als je dat wil doen, dan wil ik je nog iets vragen. Ga daarna, als je thuis bent, naar iemand of een echtpaar, een vrouw naar een vrouw, of een man naar een man, of naar een echtpaar, waar je je leven mee deelt. Die kan vragen dat je zegt, ik heb me toegewijd. Als je dat niet deelt en gecoacht wordt en een mentor hebt, dan houd je het niet vol. Je moet controleerbaar worden. Je moet zeggen, bevraag me. Rietje en ik hebben dat. We hebben mensen in ons leven, die kunnen het bevragen. Die kunnen me vragen van, Miel, hoe is het met je seksualiteit? Hoe ga je met je huwelijk om? Hoe ga je met je vrouw om? Hoe ga je met je kinderen om? Hoe sta je in de bediening? Ik heb dat. 10 jaar lang gaan we naar iemand toe en die kan me bevragen. Ik ben transparant. Ik wil dat. En dat doen we samen. Ik wil dat transparant zijn, omdat ik weet, mijn hart is arglistig. Ik heb het nodig dat mensen me bevragen. Dus ik vraag je eigenlijk 2 dingen. Het eerste is om te knielen en je toe te wijden en te zeggen, Heere God, geef me de kracht. En het tweede is, als je hier naartoe vandaan gaat, ook iemand te zoeken waar je transparant in bent en die je mentort.
zodat je controleerbaar bent en gecoacht wordt en hulp vindt en bemoedigd wordt en aangemoedigd wordt en gesterkt wordt. Als jullie dan knielen, dan heb ik Aletta en Arjan gevraagd een moment te hebben om samen voor jullie te bidden. Maar ik wil nu echt de uitnodiging doen, als je dat graag wil, dan om te knielen en de Heere God echt te vragen van: Heere God, ik wil me echt toewijden. Dierbare hemelse God en Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus, U die onze Vader bent, die ons gekocht heeft met het dierbaar bloed van uw Zoon. Heere, U bent hier en uw ogen doorlopen de ganse aarde om te zien wiens hart volkomen naar u uitgaat. En ik wil u bidden, Vader, voor alle zusters, vooral uw dochters, die hun knieën voor u gebogen hebben, om het verbond met u te vernieuwen, of om voor het eerst het verbond met u te sluiten. Vader, u heeft ons geplaatst in een wereld waarvan u zelf zegt: ik weet waar u woont. Daar waar de synagoge van de Satan is, waar de zonde woedt en tiert en waar de verleidingen om ons heen zijn. Maar ik wil u bidden, Vader, dat u elk van uw dochters die hier is, bij de hand neemt. Dat u tot hun harten spreekt en dat u zegt: zie, ik ben uw God. En dat u hen helpt, Vader, dat u hen beschermt, dat u hen wilt helpen om zich rein te bewaren tot op die dag dat wij zullen verschijnen voor het aangezicht van Jezus Christus, onze bruidegom. En dat u kan zeggen: Vader, zie hier de bruid, onbevlekt en onberispelijk. Vader, ik bid u dat u de belofte die in het hart van elke dochter van u is uitgesproken, dat u die kracht bijzet, dat u die zegent en dat ze zich met hart en ziel en lichaam en emoties zich volkomen rein zullen bewaren en aan u over zullen geven voortdurend. Dat ze zullen weten, heel diep in hun hart, Heer, getrouwd of ongetrouwd, maar apart gezet te zijn voor u. Heer, en dan wil ik u ook heel speciaal vragen voor hen die alleen zijn en die worstelen met het alleen zijn. Dat u hen een diepe vrede in hun harten geeft, dat zij tot die belijdenis mogen komen. Ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Of dat het nu op een huwelijk uitloopt of niet. Maar ik ben tevreden, want God is met mij. En Jezus is mijn bruidegom. Heere, zegen elke zuster. In de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Heere, hemelse Vader, we hebben geknield, gelegen voor uw troon, om op een zichtbare manier in onze lichaamstaal en in onze lichaamshouding, om duidelijk te maken, Heere, dat we zonder u niets kunnen doen.
Heer, als we vanmorgen hebben gehoord wat uw heerlijke roeping is met ons leven. Namelijk dat wij leesbare brieven van u zullen zijn. En dat het leven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door ons heen zichtbaar wordt in deze wereld. En dat u ook het huwelijk gebruikt om elkaar te bemoedigen, te vermanen, elkaar te adviseren, maar om elke keer dat doel weer voor ogen te houden. God verandert ons karakter. God gebruikt soms botsende karakters om samen meer en meer op de Heer Jezus te gelijken. Daar zeggen we, Heren, met elkaar, wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, niemand van ons. Wat een hoge roeping. Maar Heren, daarom hebben we op de knieën gelegen. Omdat we ervan doordrongen zijn. Dat wij zonder de kracht en de inwoning en de vervulling met de Heilige Geest daar niet toe in staat zijn. En daarom willen we vanmorgen opnieuw drinken bij de bron. Drinken uit die fontein van levend water en zeggen, Heer Jezus, vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Vul ons opnieuw, Heren, en schenk ons moed, kracht, wijsheid, inzicht om in die godvijandige wereld te leven tot eer van uw grote naam, om het verschil te maken, omdat uw Heilige Geest in en door ons heen het verschil zal maken met de geest van deze wereld. Vader, we bidden voor de broeders. Heren, dat we als mannen van God, zullen opstaan. Heren, u weet ook dat we in een samenleving leven, waarin heel veel jongens nog niet volwassen zijn. En dat komt door allerlei zaken vanwege de modernisering en de tijd waarin we leven, dat er weinig van ons gevraagd wordt. Vroeger waren we al op 14, 15-jarige leeftijd op het land of op zee en werden mannen gevormd. Maar Heer, u weet dat we vandaag de dag ook een maatschappij hebben waarin mannen niet hun plek innemen. En Heer, we bidden dat we als mannen, zoals we hier zijn, op zullen staan, verantwoordelijkheid zullen nemen. En dat wij ook leiders zullen worden in de gezinnen, in de huwelijken, als u die geeft. Dat wij leiders zullen worden in de gemeente, om ook daar verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te lopen. O Heere, geef dat wij ons in zullen zetten, Heere, om man te zijn zoals u het bedoeld hebt. En Heere, als we dan in een samenleving leven waarin zoveel prikkels ook op de mannen afkomen en daar ook in het bijzonder gevoelig voor zijn, dan bidden we, Heere God, dat u onze ogen en oorpoort zal bewaren. Als we onderweg zijn in de auto, als we op het station zijn of als we in de coupé zitten, als we in de klas zitten of op de werkplek, als we achter onze pc zitten, als we naar de radio luisteren of televisie kijken. Heere, we bidden u, geef ons kracht om keuzes te maken, niet om nieuwsgierig te zijn, niet om makkelijk mee te gaan en te zeggen, nou ja, vooruit, het is toch wel leuk die televisieprogramma of het voelt wel lekker of ik heb gewoon even zin om even gewoon lekker een goede film te kijken. Maar geef, Heren, dat wij daarin ook keuzes zullen maken die overeenkomstig uw woord zijn. En dat we ook, als we zien dat er dingen fout gaan of verkeerde beelden naar ons toekomen, dat we de kracht krijgen om actief nee te zeggen en er van weg te draaien en ons te bekeren. Heren, vergeef onze gemakzucht. Vergeef ook, Heren, dat we soms gewoon denken, nou ja, vooruit, dat is nou eenmaal de samenleving waarin we leven. Maar geef, Heren, dat wij met elkaar ook daarin toegewijd aan u zullen zijn. En dat wij elke keer weer opnieuw zullen beseffen die grote roeping met ons leven. Vader, we danken u voor de woordverkondiging van deze morgen. Heren, en we danken u voor het samenkomen van deze morgen. En dat u met ons wilde spreken. Niet veroordelend, maar bemoedigend. Heren, wat is het een voorrecht dat deze jonge mensen al zo jong ook deze boodschap mogen horen en het mee mogen nemen. En het ook op een dag misschien in de praktijk mogen gaan brengen. Heren, we zijn daarin volledig van u afhankelijk. Heren, zegen ons als we straks uit elkaar gaan en met elkaar gaan koffie drinken en nog wat doorpraten met elkaar. Geef je dat we tot waardevolle gesprekken mogen komen. En wilt u zo in ieder van ons goed en nabij zijn, uit genade. Amen.